Dit is de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Achter mij hoort u het stemmen van de instrumenten door het Philharmonisch Orkest uit Frankfurt am Main. Een orkest dat volledig bestaat uit Sinti en Roma muzici. De Nederlandse Sinto-muzikant Roger Moreno Raadgeep die bezocht ruim 10 jaar geleden Auschwitz-Birkenau. De plek waar in de oorlog vele miljoenen Joden, maar ook heel veel Roma en Sinti werden vermoord. Het was daar dat Raadgeep dacht, ik moet gaan componeren een requiem voor alle Holocaust-slachtoffers. Het zigeunermotief, laat maar zo zeggen, binnen het werk. Ja. Dat neemt een heel dominante rol in het begin, in het preludium, in dit openingstuk. Hè. In de strijkers, wat ja het favoriete instrument is van de Sinti en Roma. En datzelfde motief is net zo dominant ook op het einde weer. En in de rest, tussenin in al die stukken. Komt het in allerlei verschillende gedaantes en komt het weer terug ergens. Steekt het als een kop op. Soms bij de solisten, soms bij de koor ergens. Of soms is het in de houtblazers ergens verstopt. Zo, maar het is altijd, het komt altijd weer zo terug. Zo, omdat, ja goed, het volk van de Sinti en Roma heeft over honderden jaren heen steeds voor te vechten om het overleven. Steeds weer hebben ze geprobeerd om ze uit te roeien. Maar het is nooit iemand gelukt. En steeds hebben we het weer overleefd. Steeds zijn we weer verder gegaan. Dat symboliseert zo dit een beetje. Hallo, we zijn er nog.
Vannacht zijn er razzia's geweest. Papa zegt dat we het moment waarop we niet langer hier kunnen blijven zullen moeten overwegen. Ik ben steeds bang dat het te laat is. Als ze aanbellen, wat gaan we doen? Niet open doen. Dan trappen ze de deur in. Open doen en de kaart laten zien. Een kans van 1 op 100. Proberen er vandoor te gaan. Wat als ze achter de dienstdeur staan? Snel de bedden weer opmaken, zodat ze niet zien dat we net zijn vertrokken. Boven de kou, de reactie en de gedachte dat we vanaf de volgende dag als opgejaagd wild zullen moeten leven. Ik ben nog nooit van huis geweest. We doen open. Het bevel. Het jachtige aankleden in de nacht. Geen rugzak. Wat mee te nemen. Het besef van de ramp die het zal zijn. Van de radicale verandering. Geen tijd om na te denken. Alles wat we achterlaten, de auto beneden die wacht, het kamp, de ontmoeting met alle anderen die je niet meer herkent. Zal dat gebeuren of niet?
Plotseling rinkelde de telefoon. Het was de reparatiewerkplaats. Ik moest meteen terugkomen. Dat vond ik heel vreemd. Normaal belde ik hen eerder op dan zij mij. Ik liet mijn verbazing echter niet blijken. Pakte in en ging naar de werkplaats. Toen ik nauwelijks over de drempel was, zei Wolf kalm: "Je staat op de lijst. Trek het je niet aan." Toen Wolf deze gedenkwaardige zin uitsprak, bleef ik, vreemd genoeg, heel kalm. Ik nam van iedereen afscheid, alsof we elkaar nooit meer zouden zien. De dwaze streken die ik daaruit gehaald had, vielen me te binnen. Misschien zijn ze wel blij dat ik wegga, dacht ik. Maar ze zagen eruit alsof ze het heel erg vonden. Thank you.
Meiske, schrik niet, maar vandaag gaan we Fuji. Waarheen weten we nog niet. En wat er mensen gebeurt, dat weten we ook nog niet. Het is een en al chaos. Ik zit op de gang te schrijven en ben idioot kalm. Denk je eens even in. 1500 mensen, patiënten en personeel, worden zomaar weggehaald. En je weet niet wat er met je gaat gebeuren. Haast de helft van het personeel is ondergedoken. We zitten nu op heel G met 5 zusters. Vannacht heb ik 2 uur geslapen. Van 3 tot 5. En dit is overal een zwijnenstal, dat snap je. Alles moet ik achterlaten. Alleen het hoogst noodzakelijke kan ik meenemen. Wat zal er van ons worden? Het is net of ik dronken ben. Als ik wil, kan ik duiken. Maar ik voel me verplicht om met de mensen mee te gaan. Want daar ligt toch je hart. En als ik Arno niet meer heb, dan kan de rest me ook niet schelen.
Ik geef de bloemen water. Mijn kale hoofd in het raam. Zo'n mooi doelwit. Hij heeft een karabijn. Waarom staat hij daar en kijkt zo rustig hierheen? Hij heeft geen bevel. Misschien was hij in het burgerleven onderwijzer in een dorp. Misschien notaris, straatveger in Leipzig, kelner in Keulen. Wat zou hij doen als ik hem zou toeknikken? Vriendelijk met mijn hand groeten. Misschien weet hij zelfs niet eens dat het is zoals het is. Misschien is hij pas gisteren van ver gekomen.
Mijn allerliefste man. Als je deze brief ontvangt, ben ik al onderweg. Wij zullen elkaar, zolang de oorlog duurt, niet meer terugzien. Liefste. Al is dit een afscheid, het wordt geen afscheid voor eeuwig. Ik kom bij je terug. Hoe lang het zal duren, dat weet natuurlijk niemand. Maar dat we elkaar terugzien, dat is zeker. Alleen als ik weg ben en je ontvangt deze brief, hoop ik dat je flink zult blijven, net als ik. Denk erom dat het leven nog altijd waard is geleefd te worden. Houd dit voor ogen en denk aan mij. Waarheen ik ook ga, waar ik ook ben, mijn gedachten zijn en blijven bij jou. Heb echter geen medelijden met me. Dit zou ik niet kunnen verdragen. Je weet hoe wij destijds ons huis verlaten hebben, het onbekende tegemoet. Zo zal ik ook Vught verlaten, met opgeheven hoofd. Ik heb maar één doel voor ogen. En dat is, ik kom bij jou terug. Je vrouw.
Zeker is dat er haast geen nacht voorbij gaat waarin ik niet mijn vrouw zie. Altijd herhaalt zich hetzelfde visioen. Ik zie vele ramen en deuren, waarvan er zich plots één opent en dan roept zij mij. Soms hoor ik slechts een stem, maar vaak zie ik ook haar gezicht. Of haar gestalte geheel ten voeten uit, zo wezenlijk, alsof ze er echt is. En dan begin ik te rennen, steeds weer schreeuwend. Waar ben je? Hier ben ik, antwoordt ze. En ik ren huizen binnen, ik storm trappen op. En als ik dan het raam bereikt heb, waar ik haar meende gezien te hebben, verschijnt ze weer aan een venster, aan de overkant.